kijk, hier is die grootste Surinaamse bank. Kijk. Film die kerk ook. Mooie kerk. Mm-hmm. Het is de grootste kerk van hout wat is gebouwd. Helemaal van hout. Zie je? Ja. Maar dit, maar die kerk, buitenlandse dingen. Onderhouden, renoveren en onderhouden. Ja, we erg goed luisteren. Ja. Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ja, deze hele buurt is van dingen. Ministerie is een mooie. Hoe die vrouw kaak is deze buurt geweest. Ja. Mooi. S'avonds is wel mooi als je die licht aanvaart. Daar is die brug, ja. Daar dingen komen weinig. Ja. Kun je ook daar zo eten? Ja, ja. Maak alles dicht. Goed. Ik denk hier een melkcentrale, daar wordt die melk gemaakt. Oh. Normaal wordt hij 8:15 bij Nederland vertrokken. 3 uur vertraging en dan komt hij 3 uur later aan. Oh, oh, misschien door die drukte van die kerstvakantie.
bijna altijd vertragen. Nee, de laatste tijd was hij op tijd die keile. Omdat het kost geen geld als hij vertraagt. Langer dan 3 uur dan moet je ticket terugbetalen. Echt? Ja. Deze mensen krijgen het ticket terug. Is die langer dan 3 uur? Ja. Ja. Volledig? Ik weet niet, 3 uur of 5 uur. Je moet even kijken. Krijg je dat volledig terug? Ja, ja. Je rijdt gratis dan. Gratis heb je een plus. Ja. Dan maken ze heel veel verlies als ze... Daarom doen ze dat niet hoor. Is dat een wet of zo? Europese regels. Oh. Europa heeft gemaakt. En SLM, buitenlandse vluchten geldt niet. Het geldt niet voor? Nee, nee, oh. SLM niet. Alleen maar vluchten van Europa naar Europese vluchten. Die in Suriname telt ook al mee. Europese vluchten van Europese bodem, niet Europese land wat hij gaat. Oh. Suriname is Zuid-Amerika toch? Ja. Waarom doen ze die dingen? Hebben ze zo streng? Een keiler, een vliegtuig van